Wat ik nog niet heb verteld, dat is trouwens dat het een speeddate is. Vlug, vlug, gauw! Jongetjes en meisjes, welkom bij een nieuwe video! En ik heb in deze video een afspraak. Van dat afspraakje heb ik een vlog van gemaakt. Noem het tegenwoordig iedereen die op YouTube zit een vlogger. Maar ik zal je even laten zien dat er nogal een verschil in zit. Normaal maak ik video's, maar dit is een vlog. En laten we kijken na die vlog. Nou, ik heb dus dadelijk het afspraakje. Ik ga vloggen vandaag. Ik weet niet of ik het net in het intro wel heb verteld. Maar ik zal meteen laten zien waarom dat ik dat normaal niet doe. Morgen heb ik 2 fijne boterhammen gegeten met kaas. Eigenlijk gewoon omdat ik dat altijd doe. Ik draag vandaag een vestje. Zo een als ik altijd draag. Met een t-shirt. Zo een als ik altijd draag. En een gewone broek. Zoals ik die altijd draag. Denk je misschien, had je haar niet even kunnen doen? Als je een afspraakje hebt, had ik kunnen doen, maar heb ik niet gedaan. Nou, ik zit in de auto nu. En ik heb een klein beetje haast, want ik moest 5 minuten te vroeg zijn. Dat is niet zo. Het is sowieso niet echt mijn natuurlijke aard om 5 minuten te vroeg te zijn. Meestal ben ik maar 1 minuut te vroeg. En wat ik nog niet heb verteld, dat is trouwens dat het een speeddate is. Dus hij duurt maximaal 20 minuten. Laten we gaan! Vlug, vlug, gauw! Ja, ik ben op de afgesproken locatie. Ik ben maar 4 minuten te vroeg. Dus vlug, vlug, gauw! Zo, we zijn van buiten. En ik denk dat de Duitsers ons nog steeds gaan aanvallen zo direct. Dus ik doe eruit. Ja, die achtergrondherrie die je hoort, dat waren allemaal mafkezen die met vliegtuigen rond aan het vliegen waren. Doe dat lekker niet. Ja, we hebben op weg naar huis nog even wat anders gedaan. Ik zal even een paar korte clipjes erin monteren. Voor de tweede kanaal van de Kleindiervereniging. Het tweede kanaal. Nederlands is een moeilijke taal. Ja, voor het tweede kanaal waren dus live getuigen van hoe een Hawaii-gans zijn morning business deed. En hoe een roodkopgans op zijn eitjes zat. Dus, nou zullen we eens kijken of we hier ook weer wegkomen. De hele weg ligt open zoals je ziet. Dit was nog het beste stukje. Dus wens me succes. Zo, we zijn weer thuis. Gaan we nu fijn even al die spulletjes uit de auto laden. Nou, ik ben weer binnen en ik heb een nieuwe hoed. Hij is lekker licht, dus ik ben benieuwd hoe lang dat er goed gaat. Verder heb ik een aantal fijne blikjes verf gekocht. Grondverf wel te verstaan voor een ander project. En 4 fijne busjes motorolie. Denk je misschien zie ik er maar 3? Dat klopt. Eentje heb ik er in de auto laten staan, want daar moet die tenslotte in. Nou, dan zal ik jullie niet verder irriteren met wat ik de rest van de dag allemaal nog precies ga doen. Hoewel het eigenlijk een echte vlog hoort. Dus terug naar de studio. Ja, dat was een mooi voorbeeld van een vlog. Het heeft in totaal 32 seconden gegaan waar het eigenlijk over ging. Van de 3 minuut 3. Betekent dat als je snel telt, het 2 minuten en 29 seconden ergens over ging. Wat eigenlijk totaal niet relevant was voor de video. Dus wat het verschil is tussen een video en een vlog. In een video daar heb je de hele video over één onderwerp. En met een vlog dan vertel je gewoon wat je aan het doen bent de hele tijd. En dan is het hoofdonderwerp waar de titel staat, daar komt er nog even gauw een paar seconden tussendoor. Zoals je in de vlog zag heb ik ook een tweede kanaal van de Kleindiervereniging LPSBV uit Liesel. Daar heb ik dus ook nog even wat opnames voor gemaakt. De video die wordt wel wat ruiger dan ik heb hier heb laten zien. Dit waren een paar korte beeldjes. Die video die komt
waarschijnlijk volgende week zondag online. Maar wil je dat kanaal ook checken? Ik zal ze een rondje plaatsen aan het eind van deze video. Dan zullen we het nog even hebben over waar die video verder over ging. Ik had dus een afspraakje, eindelijk. Ik ben daar een week mee bezig geweest. Want tegenwoordig om te mogen winkelen moet je een afspraak maken. En maar liefst 4 uur van tevoren. Dat betekent dus als je iets aan het doen bent en je hebt even wat nodig, dat je het wel kunt vergeten de rest van de dag. Ik was met een project bezig waar waarschijnlijk later op dit kanaal nog wel een video van komt. Maar dat lag dus helemaal stil omdat ik die verf niet had. En nou is het zo, nu zit toevallig die winkel net niet om de hoek. Dat is een slordige 15 kilometer of zo. Dus heb ik de gewoonte om er niet voor op en neer te gaan rijden. Maar als ik toch in de buurt ben, er even langs te gaan. Normaal werkt dat perfect. Maar nu dat je gezegd hebt met die 4 uur wachten, kun je wel afspraak maken als je er bent. Maar dan moet je die 4 uur daaruit gaan zetten tot... Totdat je eindelijk naar die winkel mag. En 4 uur wachten, dat is best lang. Maar ja, het was toch daadwerkelijk echt nodig dat ik erin ging. Ik was er eigenlijk al een beetje aan het uitstellen. Ik dacht, ja, die verf, ja. Daar heb ik geen zin om er 4 uur op te gaan zitten wachten tot ik naar die winkel binnen mag. Maar nu was het zo, ik had gisteren net de laatste motorolie in een auto gegooid. Dus ja, die moest ik echt wel nieuw hebben. Want dat ding smeert het niet meer frisse lucht. Dus had ik gisteren gekeken om een afspraak te maken. Maar ja, dat duurde allemaal zo lang en dat kwam allemaal niet uit. Dus dat zou dan betekenen dat ik er apart voor op en neer moest. Nu heb ik het dus uiteindelijk maar zo gedaan dat ik die afspraak dus voor de dag erna heb gemaakt. Op het moment dat ik er toch in de buurt was. En omdat dat dus een heel mooi doetje was, dacht ik maak er gewoon een video van. Want dat andere project, dat heeft ondertussen dus zoveel vertraging opgelopen, dat die video nog niet af is. Nederlands is een moeilijke taal. Nou, bedankt voor het kijken allemaal alweer. En tot de volgende! Oh, mag ik iemand zich de afvragen? Ja, ik ben vrijgezet.